Het is weer eens tijd voor de meest bloederige, meest actievolle, kortom, de gruwelijkste game ter wereld. Mortal Motherfreaking Kombat. En zoals je ziet heb ik een Nacon eSport jersey aan. En daardoor moet ik vandaag al mijn ultieme professionele gaming skills tonen. Ik heb namelijk de nieuwe Nacon Revolution Unlimited Pro controller binnen. Dat is godnodig mooi. Nee, even serieus. Dit is echt wel de geilste controller die ik ooit in mijn leven heb gezien. Om te vergelijken, dit zijn de iets oudere en iets goedkopere Nacon Revolution Pro controllers. Qua uitzicht zien die er gewoon bijna hetzelfde uit. Vies geflipt. Maar die nieuwe Revolution Unlimited met het Pro Controller, die is toch wel iets geflipter, iets beter afgewerkt, iets zwaarder ook. Je krijgt er ook allemaal extra gewichtjes en onderdelen bij om je controller aan te passen. En er is zelfs een app om de kleur van je kleurtjes aan te passen. En dat is nog niet alles, joh. Op de achterkant van de controller bevinden zich gewoon extra knopjes. Extra veel kans om te winnen, Nondegy. Ja, hier is een stukje waarin ik uitleg waarom ik voor fighting games de Nacon Revolution boven de originele PS4-controller verkies. Maar ja, ik had daar net voor mijn neus gesnoten. En er bleef wat papier op mijn gezicht hangen, dus ik ga dit stukje gewoon skippen. Maar oké, het is dus tijd om mijn skills te tonen in online ranked matchjes. En ja, inderdaad, ik speel ranked omdat ik een echte professional ben. Kijk eens aan, ik heb 15 matchjes gewonnen, 17 wel verloren. Maar mijn tegenstander heeft gewoon nog niks gedaan, wat is dit? Liu Kang is mijn favoriete nieuwe character. Oké, ik ga eerlijk zijn, die gast is redelijk goed, maar normaal gezien ben ik beter. Kijk, ik ga nu tegen zijn kop shotten. Nee, oké, dat is gemist. Maar nu ga ik tegen zijn gezicht slaan. Voilà, dat is raak. Nu ga ik even zo doen. Voilà. Nu ga ik zo. En zo. Voilà. En nu tegen zijn kop. Hopstakkie, dat is wat ik zocht. Voilà. En nu dit. Hopstakkie, let's go. Zo wint je dus een wedstrijd. Gewoon even een goede tactiek bedenken. Ja, man. Ja, man. Nee, in mijn buik met dat mes. Joh, god. Nou, wat doet je toch allemaal? Ai, ai, ai. Oké, kijk, luister. Het is nog niet gedaan. Ik kan nog winnen. Echt waar. Het is niet afgelopen. Er zijn 3 wedstrijden die je moet winnen in ranked online matches. Dus, hey, het is echt nog niet voorbij. Ja, 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 ja. Stop, joh. Oh, joh. Oh, joh. Zinloos geweld is dit. Zinloos geweld. Ja, met uw mesjes tegen mijn neus kunt je het wel, hè. Maar hey, alsnog, ik heb nog steeds kans. Dat is niet afgelopen. Ja, miserie, miserie, miserie. Ja, nu is het wel echt gedaan. En wow, joh, mijn stem. Ik ben een beetje ziek, zoals je het kunt horen. Ja, mossie, jeertje. Ik denk dat ik nog een matchje wil spelen, zo. Hey, zeg even, misschien dat je hond zwijgt. Ik probeer een video op te nemen, oké? Okay? Jamma, jamma, hahaha. Kijk, hier in deze tweede ronde ga ik hem hebben. Ik voel dat. Er komt gewoon een beetje vuur uit zijn voeten. Dat is redelijk gevaarlijk. En zijn tenen zijn ook lang, dus die kan me altijd raken tegen mijn neus. Maar voor de rest, alles onder controle. Alles onder controle. Stop daarmee, kerel. Hopzakje, zo ze dat niet verwachten, Nondegy. Hé, wat zeg je daarvan, joh? Loser, joh. Hopzakje, wat je draagt. Bat! Tegen uw kop, jongen. Lekker, hè? Mossie, ik denk toch dat ik verloren ben zo. Kijk, ik weet ook niet wat er aan het gebeuren is. Normaal ben ik vies goed. Wat is die guy geliefd of zo? Dus ja, hey, ik heb gewonnen, denk ik. Hehehe. Komt allemaal door deze hier, hè? Oh, 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 jawel, dit wordt hem, dit wordt hem. Nachi, 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 kom, joh, wat is dit voor zever al steken? Ik had moeten winnen nu. Wat een kutweep met een rode jurken. Hier zij, joh, dat gaat u leren. Voilà, en nu zo. Kom, joh, laat uw drakenvoeten zien. Voilà, dit bedoel ik. Nu nog een paar vuurballen. Let's go. Nog eens met een voetje. Kom, joh, pak je voetjes tegen haar neus, kom. Nachi, 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 Nachi. Kom. Wat doet die kerel? Ja, maar die... Wat? Mijn kop vliegt eraf. Hier, joh. Voilà, ze nog eens. Hopzakkie, nog eens. Hopzakkie, let's go. Nee, ja, dat is mijn oog, joh. Ik heb nog een kans, hoor. Echt waar. Ik had die gewoon. Ik heb die. Het staat 1-2 nu. Als ik verlies, ja, dan ben ik verloren. Maar als ik win,
dan ja, moet ik nog eens winnen en dan ben ik gewonnen. Ja, wauw. Het was weer spannend, hoor. Jee, nog een matchje. Ja, leuk. Eerste matchje verloren natuurlijk. Ja, en de tweede en derde match natuurlijk ook. Hé, hey, maar wat een snulje. Die pakt ook Liu Kang. Kom maar op dan, Liu Kang. Ik ben trouwens de Liu Kang zonder shirtje. Dus hopzakee, ik ga je een lesje leren. Let's go. Let's go, hopzakee. We blijven geven. We blijven geven. Ai. Nu begint die te geven. Hopzakee, met zijn vuurvoetjes. Maar mooi niet, joh. Ik ga dit afmaken. Let's go. Hopzakee. Wow. Wat een combos, joh. Wat een combos hier, joh. Ai, mijn ribben, joh. Doe even rustig. Doe even heel rustig. Hopzakee. Tegen die voorhoofd. Hopzakee. In die maag. Tegen die neus. Ai. Hopzakee. En ik ben gewonnen, denk ik. Nee, ik ga net niet gewonnen zijn. Wel bijna. Deze ronde gaat van mij zijn. Let op. Let even goed op. Hopzakee, nog eens tegen zijn maag. En nog een paar voetjes en dan heb ik hem. Hopzakee, en nu vierbal. Hopzakee. Het eerste matchpunt is binnen, dus we gaan even naar de replay kijken. Wow, wat een zieke combo was dit. Check mijn MLG vingerwerk. Die was nog zieker. Hé, hey, maar wajo, nu ben ik die gewoon helemaal aan het afmaken. Die jongen heeft geen kans. Die is gewoon helemaal in het hoekje geduwd. Die is gewoon aan het wenen. Die weet niet wat hij moet doen. Check die. Check die gewoon doen. En volgens mij is de match geliefd. Ja. Ja, opzak! Ziet je wel, ik heb wel MLG-vingers. Maar in ieder geval, boys, een groot bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, dan zeker vast een like achter hier beneden. Dit was natuurlijk een gesponsorde video, mede mogelijk gemaakt door mijn vrienden bij Nacon. Maar mijn eerlijke mening over deze controller is... Ja, deze controllers zijn gewoon geflipt. Ik zweer het u. Normaal speel ik echt alleen maar met de originele PlayStation-controllers. En vind ik al die andere controllers met meerdere knopjes die zo echt beter zijn. Echt normaal, dikke zever. Maar deze Nacon-controller heeft me echt oprecht verrast. En eigenlijk is dit mijn way-to-go-controller voor spelletjes zoals Mortal Kombat. Dat ik ja, dus liever met dit speel dan met de originele PlayStation controller. Dus nogmaals, de link staat in de beschrijving. Check it out. En dan nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Ciao, ciao.